Oh, er zit een buschauffeur onder. Het is 5:30 ochtends. Ik moet nog even wachten op de bus. Nee, ik ben al weg naar mijn werk. Ik ben vandaag buschauffeur. Goedemorgen. Morgen. Hi. Hi. Ik ben Lonneke. Michael, hallo. Ik ga mee met jou de bus vandaag. Oh, gezellig. Wat gaan we precies doen vandaag? We gaan eerst naar Gouda, we gaan weer terug naar Utrecht en dan gaan we nog even Wageningen op en neer. Hoe lang ben je al buschauffeur? Ruim 3,5 jaar zoiets. Nog steeds elke dag met benzine aan je werk? Ja, ik heb nog geen één dag gehad dat ik het niet leuk vond om naar mijn werk te gaan. Nee. Moet je hier nou bij zo'n bushalte wachten, ook al staat er niemand? Ja, ja, je hebt bepaalde tijdhaltes. Dat zijn gewoon bepaalde... Oh, hij telt echt ja, af. Ja. Maar dit gaat echt op de minuut. Ja, ja, op de seconde zelfs. Dat zou echt iets voor mij zijn. Brabants kwartiertje. Ja, we zien dan vaak dezelfde mensen bijvoorbeeld, als je deze rit continu rijdt. Ja. Als ze dan een beetje laat zijn, dan weet je nog dat hij gaat komen. En dan wacht je een minuutje extra en dan zie je ze aankomen rennen. Ik heb vaak zat gehad dat ik op de bus stond te wachten. Dat de buschauffeur zei, hey, kom er eens vanaf. Fijne dag, doei doei. Vergeet niet uit te checken. Doei. En ik zie al heel veel knopjes. Gebruik je die ook echt allemaal? Ja, waar je contact, je start en je stop. Nou, even voor het gemak hebben ze gewoon al die knoppen op elkaar laten lijken. Ja. Het is best wel hard. Ja. Ik schrok er een beetje van. Zal ik er zelf op drukte. En als je nou geflitst wordt, moet je dan die boete zelf betalen? Ja, dat zit in de CAO zit dat. Dus alles onder de 8 kilometer wordt betaald door de baas. Want het kan een afwijking zijn van de snelheidsmeter. Dan alles boven die 8 kilometer moet je zelf betalen. Dus het gaan allemaal eigen kosten. Dus je rijdt altijd 8 kilometer te hard. Ja. Nee. Hier is iemand doodgereden. Nee? Ja. Nee. Is dat je grootste angst om iemand dood te rijden? Ja. Ja. Kijk, ik kan niet zomaar in een seconde stilstaan. Nee. Daar heb ik zeker 110, 20 meter voor nodig. Dames en heren, in verband met het Bevrijdingsfestival vervalt de halte bij Nuenoord. Ik ben nog iets vergeten. Tot de Wageningen busstation. Oh. Sorry, ik was vergeten te vermelden dat de eerstvolgende halte is Wageningen busstation. Goed. Wat is nou het allerraarste wat je ooit hebt meegemaakt? Allerraarste? Ja, dat is wel heel leuk. Want ik had een telefoon gevonden in de bus. Ik was dus heel blij, want ze gebeld. En toen kwam ik daar, had ze een zak paaseitjes met een kaartje van leuk die je hebt gevonden, allerbeste buschauffeur. En hartstikke bedankt, super blij mee. Oh, wat leuk. Ja, dat is wel leuk, ja. En dat zijn wel leuke verhalen. Nou, je moet als buschauffeur natuurlijk graag op de weg zitten. Veel verantwoordelijkheidsgevoel hebben, met name qua tijd. En je moet ook heel alert zijn, je moet de weg ook. Ja, en je moet ook nog eens iedere 5 jaar bijscholen voor code 95.